Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Ja, intussen schrijven we hier. Even kijken wat de tijd is, dames en heren, want soms moet ik spieken. We schrijven intussen hier 6 minuten over 6:30. En nog steeds is het Radio Standvaste op deze zondag van 8 maart. Zondag waar we spreken over de mooie dag. Oftewel een vrouwendag zoals het wereldwijd is en wordt genoemd. En ook wordt gevierd met afgezind. Intussen heb ik contact gemaakt met Nijmegen. Nijmegen, een stad waar er heel veel trammeland altijd is geweest tijdens studentenjaren, weet ik nog. Maar goed, intussen is Nijmegen een heel rustige stad geworden. Waar... Water. Ja, oké. Goed, want dan heb ik aan de lijn heb ik de heer Ludwig van Milieu. Tijden niks meer van hem gehoord en ineens dacht ik van, hé... deze man die heb ik 10 jaar geleden nog gezien in Paramaribo toen hij de verkiezingsuitslagen, een programma, dat ging over de verkiezingsuitslagen van 2010. En toen was hij een forumvoorzitter waar hij de uitslagen becommentarieerde, geloof ik. Oké, Ludwig, goedemiddag. Goedemiddag, Fred. Ja, goed. Hoi, en goedemiddag ook aan alle luisteraars. Ja, oké, dank u. We gaan in sneltreinvaart, want ik heb nog maar een minuut of 20. Gaan wij wat zaken op een rij zetten waar het gaat om Suriname. De verkiezingen, die komen eraan. Oftewel, 20 mei, dat komt eraan. Fred, even een moment. Ja, hoor. Goedemiddag met Ludwig. Programma. Ik ga Peter roepen. Ludwig, ja. Hallo. Ja, de heer Van Milieu die heeft het druk, dus hij is even met een andere lijn bezig. Wacht even. Op dit moment, dus vandaar. Petra! Sorry. Hij roept zijn wederhelft om even de telefoon te beantwoorden, geloof ik. Ja. Dus even dit nummer. Ja, ik ben er weer. Ja, oké, okay, Parijs, die ga ik even... Sorry dat ik eventjes... Goed, dat kan gebeuren. Gebeld werd, ja, oké. Okay. Ludwig, een tijd lang zat je in de front van allerlei zaken waar het gaat om politiek in Suriname. Doe je het een beetje rustig aan of... in rusten? Nou, echt niet hoor, echt niet... Als ik in rusten ben, is dat 10 voet onder in de aarde. Oké. Okay. Maar ik ben, zolang ik leef, ben ik een bezige bij. Okay. De Chinezen hebben een spreekwoord. En dat spreekwoord luidt: het scharnier van een deur kent geen houtwormen. Ja, en ik probeer dus telkens als een scharnier in beweging te zijn. Mm-hmm. Die houtwormen mogen we niet vinden. Oké. Jij volgt de politieke situatie in Suriname op de voet? Ja, zeker. Okay. Ik ben in Suriname op verschillende manieren betrokken geweest bij de politiek. Mm-hmm. Ik heb, zoals menigeen weet, mm-hmm. er staat nu ook een artikel in Parbode, waarin okay. ik het een en ander heb ontvouwd, mm-hmm. dat ik een van de eerste... adviseurs ben geweest van Desi Bouterse. Mm-hmm. Ik heb in het begin van de zogenaamde revolutie door middel van een staatsgreep mm-hmm. heb ik spontaan mijn steun verleend aan die militairen in Suriname. Omdat wij allemaal, ook in Nederland, de mening waren toegedaan dat het slecht ging met Suriname. En we keken alleen naar het politieke resultaat. Maar we hadden niet door dat we eigenlijk bezig waren een illegale staatsgreep waren aan het sanctioneren. Daar ben ik pas later achter gekomen. Wij dachten, als Suriname erop vooruit gaat, dan is dat een offer dat we hebben moeten brengen van die staatsgreep. Maar hoe meer informatie er vrij kwam over die staatsgreep, dat die in Nederland was voorbereid en dat kolonel Valk de leiding had,
en Boutersen slechts een marionetuitvoerder was en die militairen niet wisten waarmee ze bezig waren. Dat is allemaal later door getuigenverklaringen in het proces Boutersen helder naar boven gekomen. En ook het persoonlijke aandeel in een moordpartij in 1982 van Boutersen heeft in feite alle ruimte die er was om sympathie te hebben voor het zogenaamde revolutionair proces weggehaald. Mm-hmm. En precies die censuur is ongeveer op het eind van de vorige eeuw is die omslag gekomen toen Boutersen betrokken werd in drugs aangelegenheden. En veroordeeld is daarvoor. Ludwig, om het behapbaar te maken voor mijn luisteraars. Een tijd lang heb jij het regime dus ondersteund. Je was zelf woordvoerder. En zelf ook na 8, 9 goed december. Heb je er zelf spijt van op dit moment? Zeker toch. Dat was ik aan het argumenteren. Wij waren naïef vroeger. En we keken naar de romantiek van de revolutie. Mm-hmm. Je had gehoord van een revolutie in Cuba. Een revolutie in andere landen van de wereld. In Afrika waren in de jaren 60 allerlei onafhankelijkheidsbewegingen die de strijdbijl opnamen tegen de ex-kolonisator. Dus toen wij hoorden dat er decolonisatie zou plaatsvinden in Suriname, dachten wij dat wij aan de linkerzijde van de politiek moesten gaan staan. Wat we dan ook grifdieren. Ook Nederland kneep een oogje dicht en keek de andere kant op om die militairen ruimte te geven. We moeten niet vergeten dat Nederland jaren nog suppletie heeft gegeven aan die militairen. Hè? Dus die zogenaamde zogenaamde heren die aan het decoloniseren waren, kregen hun salaris uit Nederland. Dus Dus je bedoelt dat Boutersen, die kreeg gewoon zijn geld uit Nederland? Uit Nederland, suppletie. Ze noemden het militaire suppletie. Okay, gelden die ze zogenaamd nog te goed hadden. Ja, maar je had het dus, toch gewoon recht op? Nee, maar recht of geen recht, dat gaat erom. Als jij zegt tegen een heel volk dat je aan het decoloniseren bent, en het erger nog, onder invloed van de Palu, werd zelfs gezegd dat Holland de grootste vijand is van Suriname. Ja, en men blijft die vijandschap koesteren om het Surinaamse valse nationalisme daarop te laten voortgaan, dan ben je inconsequent toch. Je kan toch niet aan de ene kant zeggen dat je financieel afhankelijk bent van die vijand en voor jezelf wel je salaris wil hebben, alles is met terugwerkende kracht, maar je hits de rest van die bevolking op om de banden met Nederland te verbreken. Ja, en dat hebben ze allemaal gedaan hoor. Er is een vals nationalisme gepredikt tegen Nederland. Mm-hmm. Terwijl, laat me dat ding eenvoudig zeggen en duidelijk strak. Namelijk, Nederland heeft Suriname gecreëerd. Of je het nou leuk vindt of niet leuk vindt, dat is een tweede. Maar Nederland heeft slavernij bedreven in Suriname. Nederland heeft geïnvesteerd in Suriname. Suriname is een Nederlandse kolonie. Mm-hmm. En we bespreken ook Nederlands tot elkaar nu. Mm-hmm. Dus wat je ook van Nederland mag vinden, dus die analyse komt later. Het feit is, je kunt op je hoofd gaan staan. Het is net als kinderen die ruzie hebben met hun ouders. Misschien is je vader fout of je moeder fout geweest. Ja, maar het blijft je vader en het blijft je moeder. Uh-huh. En zo blijft Suriname een product van Nederland. Of nou Boutersen aan het bewind is of wie dat ook. Okay. En daarom zeg ik, concluderen, dat wanneer we af willen van de koloniale band, dan moeten we dat niet doen in een persoonlijke vijandige sfeer. Maar we moeten leren van Amerika en Brazilië bijvoorbeeld. Ik geef twee voorbeelden. Die Amerikanen, die zijn ook losgekomen van Europa. Want het zijn Europeanen die Noord-Amerika hebben veroverd. Maar ze hebben op een gegeven moment Europa losgelaten, maar niet in vijandschap. Ze hebben die taal overgenomen. En ze doen tot nu toe goede zaken met Europa. En zo is het ook met Brazilië. Brazilië heeft die taal van die Portugezen overgenomen. En dat is het Braziliaans. Maar Brazilië heeft geen oorlog met Portugal. En ik ken Afrikaanse voorbeelden van Angola.
Waar maar, nu? Maar even terug gewoon naar die vergelijking, want je zegt het voorbeeld van Amerika, het voorbeeld van Brazilië, maar dat systeem, het systeem Suriname, heeft toch geen oorlog met Nederland. Het is één persoon die iets heeft met Nederland, maar voor de rest is alles goed, oké. Okay. Ja, één persoon zit in die voorhoede als spits die ruzie heeft met Holland omdat hij veroordeeld is hier. Ja. Maar we moeten niet vergeten, die persoon heeft de macht in Suriname en is een heleboel dingen aan het terugdraaien, aan het veranderen, wetgeving aan het maken die niet klopt. Mm-hmm. En daardoor is dat land in de war nu. Het land is in de war omdat een warhoofd die geen verstand heeft van een land besturen, alles aan het veranderen is. En ons beter ook met populisme. Maar terug naar de realiteit. Niet omdat die ene man dat heeft, betekent het dat die andere 500.000 mensen die het land zo lief hebben, toch achter die man moeten lopen? Dat is één aspect, daar heb je gelijk in. Maar ik wijs op een algemeen gegeven, dat om het te concreet in te vullen, de PALU is een kleine politieke partij die Bouters heeft gesteund. De PALU is tot de vorige regering nog aan de macht geweest in Suriname. Mm-hmm. En ik kan me herinneren dat de NPS was begonnen met het West-Suriname-project op grond van de ideeën van dokter-ingenieur Frank Ezet. Mm-hmm. Die had het West-Suriname-plan ontwikkeld. Toen heeft de PALU de hele jeugd van Suriname opgehitst om nee te zeggen tegen dat project. Ik behoorde ook erbij. Wij waren tegen het West-Suriname-project. Omdat we vonden het is te groot, het is on-Surinaams, het is niet te behappen en noem maar op allerlei argumenten. Maar vandaag de dag zien we dat als we hadden ingestemd, dat Suriname een tweede hydro-elektrisch project erbij en waren we mijlen verder dan vandaag. Mm-hmm. Dus dat is een voorbeeld om aan te geven dat niet een poppetje aan de regering is, maar er worden ook dingen uitgevoerd en er wordt naar bepaalde ideeën gehandeld. En dat heeft Suriname opgehouden. We zijn 40 jaren opgehouden door militairen die van politiek geen verstand hebben. Mm-hmm. Oké. Okay. Een andere aspect waar ik dus even naartoe wil gaan. Tussen jou en de machthebbers heeft er zich een broeiering dus voltrokken. Ja, in 1999 is het omslagpunt gekomen. Ja, okay. Ik ben in 1994 in de gevangenis gesmeten, mm-hmm, in Suriname. Mm-hmm. En ik heb namelijk op grond van informatie die ik heb gekregen van Daisy Boutersen en zijn geheime inlichtingendiensten, heb ik een paar artikelen geschreven, mm-hmm, over onder andere de betrokkenheid van Suriname bij drugsaangelegenheden, et cetera. Mm-hmm. Uh-huh. Maar die artikelen vielen in een verkeerd keelgat bij de VHP. Uh-huh. En de VHP was toen samen met de NPS aan de regering. Uh-huh. En die hebben me toen gearresteerd in Suriname. Okay. Omdat ik een verband had gelegd tussen de betrokkenheid van de vicepresident van Suriname, dat was Adjodja. Uh-huh. En de grotere betrokkenheid van Suriname in de drugswereld. Ik heb ervoor gewaarschuwd. Ik had gelijk. Ik heb ook gelijk achteraf gekregen. Doordat we nu zien dat Suriname betrokken is bij bijna alle grote drugsfondsen in de wereld. Komt Suriname bij kijken. Dus ik heb daarvoor gewaarschuwd dat wij een tweede Colombia zullen worden in Zuid-Amerika. Uh-huh. En toen was de VAP boos omdat die aan de macht was. Mm-hmm. Die vonden dat ik de VAP heb beledigd en ze hebben me 40 dagen in de gevangenis gegooid. Zo gaat Suriname om met zijn intellectuelen. Heeft er zich toen een proces gedaan? Ben je voor de rechter gekomen na die 40 dagen? Nee, zonder vorm van proces ben ik gewoon opgepikt op straat en ben ik in de gevangenis gesmeten. Oké. Okay. En je slecht dat omslagpunt komt in 1999. Wat gebeurt er dan op dat moment? Kijk, in 1999, het gaat maar om een programma. Tenminste, ik heb het over de tijd. We hebben niet veel tijd. Dus ik wil alleen dit zeggen. Suriname heeft die eerste 20 jaar, laten we het ruwweg schetsen,
hebben we die militairen aan het boeien gehad. En de eerste 10 jaar daarvan, dus nog de jaren 80, is de militaire dictatuur geëindigd met een verkiezing. En toen heeft het Surinaamse volk in 1987 de militairen afgewezen. Dus Surinaamse volk heeft gezegd, dat willen we niet. We willen terug naar die democratie. En dat is gebracht door Venetiaan. Door vasthoudendheid van de NPS. Want de Hindoestaanse VAP heeft altijd een politiek gevoerd dat ze het eventueel op een akkoordje zouden kunnen gooien met de militairen. Terwijl de NPS altijd heeft geweigerd zaken te doen met Boutersen. Ja, dat is ze kwalijk genomen, maar ik geef de NPS achteraf gelijk. Waarom? De NPS heeft van meet af aan erop gewezen, toen was Aron nog aan zet, die hebben erop gewezen dat Nederland een staatsgreep heeft ondersteund. Ja, en dat betekent dat Nederland medeplichtig is aan het negeren van een wettig gekozen NPS-VAP-regering in Suriname. De zogenaamde frontregering. Ik vind dat historisch gezien de NPS gelijk heeft gehad door in feite resoluut het bewind in Suriname onder militaire leiding af te wijzen. Mm-hmm. En ik ga terug naar het breekpunt. In 1999 werd Boutersen veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en het handelen en doorvoeren van drugs vanuit Suriname. Mm-hmm. En in feite is daardoor die brug gekomen met Nederland. Dus, Nederland heeft toen alle handen van Suriname afgehaald. En wat je ziet is dat na die periode is die sfeer tussen Nederland en Suriname ernstiger geworden. Suriname onderhoudt geen diplomatieke banden meer met Nederland. Boutersen was klaar met Nederland. Dus het heeft consequenties gehad. Omwille van één persoon hebben wij niets gedaan wat Boutersen mee bezig was om dat te keren. En wij zitten nu met de gebakken peren. We zien wat het fout gaat, maar we zijn zo ver meegegaan in die fout, omdat iedereen opportunistisch dacht van nou, laten wij er maar van profiteren. In plaats dat men samen stelling nam tegen Boutersen. Mm. En ik hoop dat het niet te laat is. Bij deze verkiezingen kunnen wij, de komende verkiezingen van 25 mei, kunnen wij, zoals het spreekwoord luidt, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Mm-hmm. Kunnen wij met z'n allen nog het getij keren in Suriname. Mm. Suriname is nog niet verloren, maar we zijn mm-hmm. onder Boutersen is dat land vernietigd. Mm-hmm. Oké, okay. Ik kijk even naar de realiteit op deze 8 maart 2020. Iedereen die is in drive zit om op weg naar de verkiezingen. Je ziet een aantal bewegingen. Er zijn nieuwe partijen goed ontstaan met heel krachtige mensen. De VHP die is on the move. De NPS die krabbelt goed omhoog. NDP die bewaart haar kruid nog heel droog, geloof ik. De ABOP die manifesteert zich als de partij die ervoor gaat zorgen dat Suriname meer dan alleen maar het binnenland is. Dus al met al, er is heel veel beweging in het geheel. Hoe kijk jij er tegenaan als politiek analyticus of politiek goed analist? Daarbij, ik heb een heel lange inleiding, sorry. Daarbij moet ik zeggen, heb je zo af en toe niet een NDP-bril op, Ludwig? Nee hoor. Ik heb volledig afstand genomen van de NDP. Hoewel ik 20 jaar adviseur ben geweest in de hoofdgeledingen daar. Maar ik heb gezien dat die jongens alleen maar bezig zijn met zelfverrijking. Men is bezig, zoals we kunnen merken aan de laatste financiële schandalen, is men bezig met staatsmiddelen particuliere Surinamers te verrijken. En daar wijzen alle tekenen naar. Kunt u zich voorstellen dat 400 miljoen uit de nationale kasreserve van de Centrale Bank van Suriname is spoorloos, is verdampt, is zoek. Dat is toch onmogelijk? En dan hebben we een parlement, we hebben een vereniging van bankiers, we hebben een vereniging van economisten in Suriname. Ik vraag me af, eigenlijk is het zo dat
We zijn in een slagerij. En we zeggen dat we slager zijn, we verkopen vlees. Maar er wordt geen vlees verkocht. En niemand stelt een vraag van hoe kan het? Waar is het vlees gebleven? Wij hebben geen geld. Waar is dat Surinaamse geld gebleven? Onder leiding van Boutersen en een klein groepje militairen die zich hebben verrijkt, is het Surinaamse geld gewoon gestolen. En we weten het. We weten het allemaal. Maar we moeten actie ondernemen toch om het te stoppen. En dan zeg ik, we doen het niet efficiënt. De kans is groot dat Boutersen weer terugkomt of aan de macht blijft. Waarom? Omdat we in Suriname te veel grote ego's hebben in de politiek. Al die politieke partijen willen zelf de redder worden des vaderlands. En men weigert met elkaar samen te werken. Dat wil zeggen, men weigert de persoonlijke identiteit op te geven in het belang van het land. Houd dit dus, punt even aan. Hoe zou men moeten samenwerken dan? Kijk, je mag niet meer samengaan. Er is een wet aangenomen, weet je, door 26 mensen of 26 plus. Iedere partij die moet zelfstandig gaan. En jij zegt die mensen moeten samenwerken. Hoe moeten ze samenwerken dan? Ja toch, wie niet sterk is moet slim zijn. Hoe dan? Wanneer Boutersen een wet maakt dat pre-electorale verbindingen niet mogelijk zijn, niet mogen, wettelijk verboden zijn, dan ga je toch samenwerken in de zin van dat je twee partijen smeet tot één partij. Dat mag wel. Mm-hmm. Wat heeft de VAP belet, of de NPS belet, om samen met de VAP één partij te worden en met behoud van elkaars identiteit? Mm-hmm. Je blijft NPS in een federatieve partij. En je blijft VAP, maar je hebt één lijst, één en een bestuur. Dat is toch mogelijk? Maar men wil niet tot elkaar komen. Men wil niet tot elkaar komen, omdat men denkt als men een fusie aangaat, is men de regie kwijt over de koers die die nieuwe partij moet opgaan. En men denkt alleen maar in persoonlijke belangen. En wat ik nog erger vind, is dat Boutersen heeft de Surinaamse grondwet verkeerd geïnterpreteerd door te doen alsof we nou verkiezingen hebben om een president te kiezen. Terwijl dat ongrondwettelijk is, is niet waar. In Suriname is er nooit verkiezing voor een president. Nooit. Het gaat om een politieke partij. En wanneer de politieke partij die gewonnen heeft een regering heeft gevormd, wordt op een getrapte manier in de Verenigde Volksvergadering wordt dan de president gekozen. Ja, en wat gebeurt er nu? Doordat de VAP een verkeerde politieke stellingname neemt, door te zeggen dat Chan Santoki gaat voor president, betekent het, hoe wil dan de NPS met VAP samenwerken? Op het moment dat de NPS met de VAP samenwerkt, betekent dat ze hun presidentskandidaat moeten inslikken. Want het is Chan Santoki gaat voor president. Op het moment dat Brunswick wil samenwerken met VAP, moet hij de kandidatuur voor het presidentschap inslikken. Dan wordt Belfort voert nu actie om presidentskandidaat te zijn. Maar dat gaat niet samen. En daardoor, ik geef dit voorbeeld, dat die oppositionele politieke partijen die bij de vorige verkiezingen samen V7 vormden, nu meer dan ooit uit elkaar zijn gejaagd. Zijn versnipperd. En ze hebben niet dat inzicht dat ze die persoonlijke identiteit moeten opgeven tijdelijk en snel een verbond moeten maken om al die stemmen bij elkaar op te kunnen tellen. En dat kan alleen als je een stemadvies geeft. Dus ik ga voorbeeld geven. Mijn analyse is, ik zeg het kort door de bocht, ik ga het heel duidelijk zeggen. In Suriname zijn we teruggekeerd, dankzij Boutersen, naar een vorig stadium van politiek voeren. We zijn teruggeworpen naar de geschiedenis van Jopie Pengel en Lachman. En dat wil zeggen, er wordt in Suriname etnisch gestemd. Mm-hmm. En dat betekent, willen we Boutersen verslaan, dan moeten we afspreken met alle Surinaamse oppositionele partijen dat ze een stemadvies geven voor de VAP of voor de NPS.
Anders zie ik het helemaal niet zitten in Suriname. Okay. En wat is de fout die nog... Dus even aangeven. Dus er worden 2 fouten gemaakt. Aan de zijde van de Hindustanen maakt VAP de fout door de grote kampioen uit te hangen, nog voordat men samenwerkt. Mm-hmm. Dat betekent te dwingen jou je te onderwerpen aan VAP-gezag. Is fout. Mm-hmm. En Brunswijk maakt diezelfde fout door de alleenheerschappij in het binnenland te vertalen als groei van de ABOP, wat ter dele waar is. Maar daardoor opent hij geen mogelijkheden voor andere partijen om ook in het binnenland zeggenschap te hebben. Dus in feite maken die twee aan de verschillende kanten van de tegenstelling maken diezelfde fout. En dan zeg ik, 2 honden vechten om een been, de derde loopt de ras mee heen. En dat is om de macht vecht de VAP met de NDP. En is de kans groot voor de NPS om een grote sprint voorwaarts te maken, omdat eens de NPS de grootste politieke partij was in Suriname. En dus er is een mogelijkheid voor een comeback van de NPS als alle Surinamers hun krachten bundelen en stemmen op de NPS. En de VAP maakt 1 fout, namelijk al wint de VAP die verkiezingen, ja, zullen ze niet kunnen regeren zonder andere oppositionele partijen. En waarvan de VAP wordt verdacht. En dat vind ik zo jammer, omdat ik ook een voorstander ben dat de VAP, als ze sterk zijn, die verkiezingen wint. Maar dan zie je dus dit, dat die VAP een positie heeft ingenomen, dat mochten ze verliezen, dat ze toch constant in het verleden een signaal hebben afgegeven dat ze bereid zijn te regeren samen met de NDP. En precies daar is het verschil. De NPS zegt over mijn dead body. De NPS wil niet regeren samen met de NDP. Maar Ludwig, datgene wat je daar zegt, hè? Hoe hard heeft de VHP dat gezegd? Want ik heb de heer Sean, de Santoki, op podia horen zeggen dat dat niet het geval is. Juist, toen hij geconfronteerd werd met reacties binnen zijn partij, dat men niet eens was met zijn stellingname. En ik kan die momenten aangeven. Men Bouders heeft al die leiders uitgenodigd om privé bij hem te gaan praten. Ze zijn allemaal gegaan, behalve de NPS. De NPS doet daaraan mee. En die heeft duidelijke signaal dat men met Bouders geen zaken doet. En de VAP heeft in het verleden verschillende standpunten ingenomen. Ze zijn begonnen met een congres. Bouders ze uit te nodigen met hun Future 2030 hadden ze een congres. En ze hebben Bouders ze uitgenodigd om het congres mee te openen onder het mom dat ze wel oppositie zijn, maar er niet voor schromen nationale verantwoordelijkheid te dragen. De zogenaamd hebben ze constant willen tonen, wij zijn geen buitenparlementaire oppositionele groep, wij zijn oppositie die wel regeringsverantwoordelijkheid wil nemen, omdat we dat kunnen. Dat is de koers die de VAP heeft gevolgd. En de bevolking heeft dat geïnterpreteerd, dat zij dus eigenlijk de deur openzetten naar de NDP. En toen hebben de Hindustanen binnen de NDP een nee verkocht aan de VAP. Ze hebben de VAP teruggevloten. En toen heeft de VAP, en ik ga niet al die fouten behandelen nu, die hebben keer op keer een verkeerde stellingname genomen. Mm-hmm. In zaken dus het willen samenwerken met Bouterse of niet. Ik ga nog 1 ding zeggen. Er is toen een persconferentie geweest waar de Surinaamse journalisten duidelijk hebben gevraagd aan Santoki, wil je wel of niet samenwerken met de NDP? En Santoki zat om de hete brei heen te draaien. Hij heeft niet nee gezegd, hij heeft niet ja gezegd. En met andere woorden, wat ik zeg, is dat in die politiekvoering de VAP niet duidelijk principieel bekend maakt dat zij geen bondgenoot zijn van de NDP. Als ze dat doen, dan kunnen ze zo samensmelten met de NPS. Maar ze willen die deur open houden naar de NDP. Mag ik jouw uiteenzetting samenvatten als VHP is onbetrouwbaar? Ja, op 1 punt. Je niet onbetrouwbaar over de hele linie,
Maar op het stuk van wel of niet samenwerken met de NDP, hebben ze geen goed signaal afgegeven, mm-hmm, dat onder geen enkele voorwaarde ze met de NDP samenwerken. En die fout heeft Brunswijk heeft die fout ook gemaakt door te lang voor de deur van de NDP te solliciteren naar medeverantwoordelijkheid voor de regering. Okay. Brunswijk heeft toen op een gegeven moment de moed opgegeven en is toen een andere koers gaan varen van we willen niks te maken hebben met NDP. Okay. En toch is onlangs heeft Brunswijk weer de fout gemaakt dat toen het ging om zijn persoonlijke belangen te bedrijven in de goudsector en anderzijds heeft hij, was er een tegenstelling tussen Money Hunt, de ondervoorzitter, en Brunswijk. Want Money Hunt stond op de lijn meer van nooit samen te werken met Desi Bouterse. Mm-hmm. En Brunswijk, die persoonlijke belangen heeft in die goudsector en afhankelijk is van de goudvergunning van de regering Bouterse, mm-hmm, die begon een beetje een zalvende toon te tonen. Okay. Dat hij ergens op de grens ging staan van ja, nou, okay, je moet ook kijken naar het landsbelang en dit belang en belang, okay, zo. Even terug, dat zijn even allemaal opportunisten wat dat betreft. Even terug naar jouw heikel punt. Je zegt van luister, men vertikt het om met elkaar samen te werken. Jij bent politiek analist. Zie jij kans om hierin een rol dus te spelen? Dat kan. Maar dat betekent het dat wij gewoon met elkaar snel aan tafel moeten gaan zitten, communiceren. Betekent het, ga je naar Suriname een van deze dagen, want dit nou, doen vanuit een laptop, dat gaat niet? Dat weet ik niet. Ik zeg alleen, ik ben bereid. Dus morgen moet men niet zeggen, ja, maar waarom ben je ons niet komen helpen? Mm. Ik heb al lang het signaal gegeven aan Suriname dat ik bereid ben, mm-hmm, op grond van mijn politieke ervaring, mm-hmm, om de oppositie te helpen om te bundelen. Omdat ze, mm-hmm, nu zich opstellen als aparte koninkrijken. Okay. We hebben te grote ego's. Maar weet je wat de hippie is die we hebben in het land? Want ik denk, en corrigeer me alsjeblieft gelijk als dat gevoel er blijft hangen bij mij, dat men jou nog steeds ziet als, oh ja, nou maar, ben je op deze jongen? Ja, maar dat kan. Men mag. Fred, weet je wat ik zo jammer vind? Dat heb ik in mijn hele journalistieke carrière in Nederland ook ervaren. Mm-hmm. Wanneer het niet. Dus ik heb een boek geschreven over Bouterse. Mm-hmm. Oldman, zij is inmiddels overleden. Mm-hmm. Een witte man met blauwe ogen. Mm-hmm. Schrijft ook een boek over Bouterse. Mm-hmm. Maar ik krijg alleen maar last. Dus er zijn al weinig Surinaamse schrijvers. Ja, ja. En in plaats dat men het ziet als een stukje geschiedschrijving, word ik de hele tijd word ik ter verantwoording geroepen om te komen verklaren wat ik vroeger dacht en wat ik nu denk. En ik zeg aan iedereen die nou meeluistert, u hebt toch allemaal in uw luier gepoept toen u klein was? Of was u zo slim, mm-hmm, dat u precies toen u baby was naar de wc ging? Mm-hmm. Dus dan gaat u toch niet zeggen, ik was pro mijn moeder vroeger. En nu ben ik tegen mijn moeder. Nee, maar het leven is een leerproces. Dat klopt. En wie stil blijft staan, Einstein heeft gezegd, wie stil blijft staan, loopt achter. Dat klopt. Maar je weet wat het is, toch? Suriname is een, ik zeg even keihard, Suriname is een dorp met een dorpsmentaliteit, waarbij de pastoor nog steeds langskomt om te zeggen dat je kinderen moet maken. Precies. Met dorpsgedachten, met dorpsideeën. En wij die ontwikkeling hebben genoten, hebben gekeken in de wereld wat er te koop is. Ik wil een bijdrage leveren aan Suriname. Okay. Om Suriname uit die dorpssfeer te trekken. Maar als men in die modder wil blijven, men zegt vaak, je kan de goot, je kan iemand uit de goot halen, maar je kan de goot niet uit die persoon halen. Ja, dat klopt. En dan zeg ik heb... Ja, ze zouden zeggen, goed in kolonie, zouden zeggen, ja, ik heb poe nago. Ik heb poe nago uit de tukotuk, maar ik heb poe tukotuk uit nago. Wel nog, dus ik zeg, men mag denken van maar wat, vroeger toen ik jong was, dat hebben we allemaal, dat je wil sympathiek gevonden worden. Okay. Je wil dingen doen waardoor je buurman zegt, een schouderklopje van je buurman. Okay. Maar wanneer je ziet dat jouw buurman lak heeft aan jou,
Wanneer je problemen hebt, moet jij die problemen zelf oplossen. Ja, dus zeker. Ik heb lak aan wat buurman wil vinden. Okay. Van wat ik vind. Okay. Ik probeer met mijn hersenen en met mijn genoten opleiding. Okay. Probeer ik mijn land ten dienste te zijn. En ik zeg, en dat weten we allemaal, het gaat niet goed met Suriname. Okay. Mm-hmm. En dan zeg ik, laten we dan alle onderlinge verschillen aan de kant leggen. Ik hoef niet sympathiek gevonden te worden, maar laten we samenwerken. En ik ga één laatste voorbeeld geven. Yes. Als ik langs de weg sta met een kapotte auto en die auto moet worden geduwd door 3 personen en we hebben 2 personen en we hebben een derde nodig om die auto te duwen en meneer Fizeems komt langs, dan zijn we verstandig als we meneer Fizeems laten meeduwen, ongeacht of hij Rooms-Katholiek is of EBG. Mm. Ongeacht of hij in een goed humeur is of niet. Ongeacht of hij rode schoenen aan heeft of niet. We moeten hem beoordelen op die functie die men nodig heeft. Meneer Fizeems komt langs en we hebben iemand nodig om die auto te duwen. Als we meneer Fizeems uitnodigen om te duwen, dan gaat die auto vooruit. En als we een reden verzinnen om meneer Fizeems niet te laten participeren in het duwen, blijft die auto vlak daar staan. Okay. En dat is met Suriname. Okay. We moeten nu alle Surinamers inzetten. Okay. Alle Surinamers van alle etnische groepen, van alle soorten opleidingen, vanuit alle buurten. We moeten een modus vinden om met elkaar samen te werken. Okay. En die tijd om iets te bedenken, om iemand uit te sluiten, is voorbij. We hebben een Surinaamse vrouw, het is vandaag dag van de vrouw. Mm-hmm. Ik noem de naam van Beryl Diekman, die een boek heeft geschreven over uitsluitingsmechanismen. Weliswaar bedoeld voor de positie van zwarte mensen in Europa, maar die uitsluitingsmechanismen gelden ook in Suriname. Okay. We bedenken van alles om de medeburger uit te sluiten. Laten we nu dingen bedenken om de medeburger een hand te geven. Okay. En samen door 1 deur te lopen voor 1 doel. Oké. Okay. Ken jij de zanger Sissy Hill? De zanger? Sissy Hill. Sissy Hill, nee. Seth Hill, nou. Oh, Sissy Hill ken ik, ja. Ja, die heeft een nummer die heet Second Chance. Ja, Second Chance, ja, ken ik. Ja, oké. Okay. Nee, ik ken nog die mooie LP-hoes. Ja. Met een beetje rozige kleur erop, ja. Die ga ik starten en ik zou zeggen, Ludwig, het gaat je goed. Hartelijk bedankt, Fred, en alle luisteraars. Ik groet u en graag tot de volgende keer. Oké, abo. Oké. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.